Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwe vlog en zoals je ziet ben ik op dit moment niet thuis. Ik ben bij Larissa. Huizen Larissa! Want we hebben afgesproken om vandaag samen te werken aan de blog. En zoals je misschien wel een beetje kan zien is het een heerlijke zonnige dag vandaag. Het is toch wel heel erg koud buiten, dat wel. Dus we voelen wel echt dat de winter eraan komt. Ja, achter het glas is het... Achter het glas is het echt super warm. Lekker vertoeven! En wat ik ook heel erg leuk vind, Tara is hier vandaag ook omdat wij samen onze crème brûlée gaan maken. Zoals jullie laatst in de Action Shop nog hebben kunnen zien. Super bedankt trouwens voor het kijken. Ik zag dat jullie hem heel erg leuk vonden. Waren jullie ook heel erg benieuwd naar het maken van de crème brûlée met de spulletjes van de Action en ook naar het recept? En ik kan ook echt niet wachten om daaraan te gaan beginnen. Ik heb er heel veel zin in. Zeg maar om het te eten, niet per se om te maken. Dus dat gaan we ook vandaag doen. En ik heb alle ingrediënten al gehaald. Al is het natuurlijk super weinig. En we gaan jullie laten zien hoe het allemaal werkt en of het smaakt. Maar voordat we gaan beginnen aan de crème brûlée, wil ik nog eventjes onze outfit of the day laten zien. Ik heb vandaag aan mijn Macy's trui, die doe ik best wel vaak aan. De flared pants van Lofies. Ik heb nu even sokken aan, maar hieronder zaten Vans. En bovenop mijn hoofd heb ik een haarbandje gedaan van Lofies met een leuk panterprintje. Ik dacht, dat is wel een beetje een keer wat anders. En stiekem heb ik vet haar, dus dat verbergt een beetje. En ik heb echt iets heel erg anders aan. Ik ben dus helemaal licht gekleed. Ik heb hier een trui aan. Waar is deze van? Van de Macy's. Die heb ik hier in... Oh ja, dat is eigenlijk dezelfde als deze. Ja, alleen ik heb dan de lichtblauwe. Jij hebt zwart. Hij is heel lekker zacht. Mm-hmm. En dan mom jeans van Urban Outfitters van het merk BDG. Ik heb eigenlijk sneakers aan, maar die heb ik nu niet hier. Ja, eigenlijk... Oh, dat is het. Ja, sorry. Ik heb echt alleen maar een trui en een broek aan. Zo simpel kan het zijn. Dus, we gaan heel eventjes die crème brûlée maken. Ja. Ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken. En Larissa en ik hebben dus een heel makkelijk recept gevonden. Echt een hele makkelijke. Eigenlijk is het zeg maar niet het officiële recept van crème brûlée. Maar meer een soort van cheat recept. Waardoor je het echt in no time kunt maken. Dus... Dat is de bedoeling. Nu moet het nog lukken. Voordat we gaan beginnen met het echte werk, gaan we er gelijk nog eventjes wat foto's van maken. Zodat we het ook nog een beetje kunnen delen op onze blog. En ik dacht, misschien is het leuk voor jullie om te zien hoe wij dit een beetje behind the scenes doen met de fotografie. En hier staat Tara dus. We gebruiken hier mijn tafeltje die achter de bank staat. Want die heeft altijd heel mooi licht. En dan hebben we hier alles een beetje op neergezet. En kunnen we alvast een sneak peek krijgen. Yes, dus dit zijn eigenlijk alle ingrediënten die we nodig hebben voor straks. Ja, ik vind ze echt super goed uitzien. We gaan het recept ook allemaal gewoon op onze blog delen. Dus daar kan je alle informatie gewoon zien over wat je allemaal nodig hebt. Zo, we hebben in de bakjes ongeveer 1,5 schep vanilleijs gedaan. En wat fijne aan dit is dat je niet eens hoeft te zorgen dat het zeg maar niet gaat smelten. Want dat is juist wat je wilt. Dus ik ga allebei de bakjes... Dit is nummer 2. In de magnetron doen. En sorry, hij is een beetje vies. En we gaan deze smelten. Oké, dus wat we nu hebben gedaan is een eitje bij het gesmolten ijsmengsel. En that's it. Dat is letterlijk it. Dus dit moeten we hierna nog even in de oven stoppen. Oh, bain-marie. En dan zou dat dus gewoon een crème brûlée moeten worden. Ja, ik vind het, als dit werkt, ben ik echt helemaal heel erg onder de indruk. Hij moet wel een tijdje erin, dus we moeten wel even geduld hebben. Maar ik denk dat we er klaar voor zijn. Ja, nou, ik ben er zeker klaar voor. Zo, ik heb net alles in de oven gedaan. Het zit er hierin. Het moet au bain-marie. Dus ik heb zeg maar een ovenschaal gevuld. Eerst met de twee bakjes. En daar heb ik wat kokend water bij gedaan. En dat zit hier nou in voor 45 minuten. Of ik heb de timer even iets korter gedaan. Zodat we nog een beetje kunnen checken. Oeh, wat een zon. Dus de komende tijd kunnen we even wat anders gaan doen. Rustig afwachten tot het hopelijk helemaal gaar en lekker wordt. En dan zien jullie natuurlijk gewoon later in deze vlog het resultaat. Het is aan de hand. Nou, ik had de timer gezet, maar hij tikt nog steeds. Dus ik neem aan dat hij nog niet klaar is, maar hij is best wel bruin. Heb je aluminiumfolie? Een beetje. Hoe lang zou die nog moeten dan? De timer is volgens mij nog niet afgewezen. Ik hoor hem nog steeds tikken. Het ziet eruit dat hij verbrand is. Ja, nou ja. Kan hij gewoon klaar zijn? Oh, lastig.
Nou, het valt, ik vind hem eigenlijk best wel mooi eruit zien. Hij is goudbruin. Ja, maar er moet nog suiker op, hè? Zo hoort het niet bruin zijn, toch? Ja, geen idee eigenlijk. Ik heb nog nooit gemaakt. Nou, ik denk dat het wel goed gaat komen. We moeten het nu nog een uur laten afkoelen ongeveer, dus we moeten nog heel eventjes wachten. En zoals je... 3 uur of... Nee, drie afkoelen uur? En dan nog 3 uur eigenlijk in de koelkast. Oh, maar ik weet niet of ik zo lang kan wachten. Dat is wel heel lang. En ik wil het ook eigenlijk warm hebben, dus ik wil niet zo lang wachten. Maar wat je misschien nu ziet is dat ik mijn foundation heel even af heb gehaald. Larissa en ik hebben net namelijk even foto's gemaakt van mijn huid. Mijn wang is altijd een beetje rood, omdat ik een beetje last heb van couperose / rosé, als ik het goed uitspreek. Ja, ik bedoel eigenlijk gewoon rosatia. En dat gaan we, dat ga ik morgen laten behandelen bij... Ze hebben nu een nieuwe naam, ze heette voorheen Laser Skin Clinics. En dat is ook de kliniek waar Larissa haar acnebehandelingen heeft gedaan. Dus dat ga ik morgen laten behandelen en het leek me ook wel leuk om dan de camera mee te nemen. Zodat jullie kunnen zien hoe dat gaat. Maar goed, dat komt allemaal morgen. En Larissa en ik moeten dus, zoals Larissa net zei, een paar uur wachten tot die crème brûlée klaar is. Gaan we nu heel eventjes verder met werken op de laptop. En dan zien we jullie zo weer. Zo, het is ietsje later, maar niet heel veel later. En ik werd gewoon ontzettend ongeduldig rondom die crème brûlée. Dus ik heb ze even uit de koelkast gehaald. Ze zijn ook gewoon voldoende afgekoeld, vind ik. En ja, we gaan nu gewoon de suiker erop doen en we gaan het branden met dit ding. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit werkt. We hebben het nog nooit gedaan. Nee. En we gaan het zien. Hopelijk steek ik niet de hele huiskamer in de fik. Dat zou wel prettig zijn. Dus ik ga jullie eventjes ergens neerzetten, want daar gaat ondertussen even wat foto's maken. Yes. Wanneer we dat gaan doen, dus fingers crossed dat alles goed gaat. Oké. Kijken, doet hij het? Woe! Ja. Oké, zal ik beginnen met deze? Ik doe gewoon zo. Doe maar gewoon hoor, ik fotografeer er wel mee. Oké, wacht even. Ik moet wachten. Oké, komt hij aan. Waar is de vlam? Ik zie helemaal daar niks. Daar al. Was die er? Ja. Is die nou leeg? Komt er nog iets uit daar? Wacht heel even. Oh jawel, oké. Wow, what the fuck? Zeg ik dat? Nee. Hij vlam ging tegen mijn hand aan. Hoe kan dat nou? Die vlam ging tegen mijn hand aan. Hoe kan dat? Holy shit, ik zweer het je. Ja, weet ik niet. Ja, gewoon zo moet je het doen. Ik weet niet wat er gebeurde. Het gaat niet heel hard of zo. Ja, volgens mij gaat het nu de goede kant op, maar het duurt te lang. Ik heb niet het idee dat hij echt heel goed is. Ah! Zo! Holy fuck, hij raakte op je hand, of niet? Ja, maar hij was, ja... Jeetje, Mina, zeg, wat duurt het lang. Wow, hij is helemaal aan het vlammen nu. Dat is wel wat hij moest... Oh! Wat gebeurde er? Oh, ja, hij ging weer fikken. Oh. Wat je Mina zeg. Ruikt hij... Oh, wow. Dit duurt zo lang. Oh, hij is helemaal ingezoomd. Oh, verkeerde kant. Nou, zoals jullie misschien wel zagen, ging het een paar keer niet helemaal goed. We zijn inmiddels ook wel even bezig, want het gaat niet zo heel erg snel, lijkt het. En elke keer komt er zo'n vlam die eruit komt en die gewoon op onze hand loopt. Dat is echt een beetje scary. Dus ben je jong en je hebt dit ding ook liggen. Misschien eventjes laten liggen of misschien gewoon iemand anders laten doen. Want dat is wel een beetje scary. Tara is nog wel heel ik wil het ding gewoon afschrijven. Stoer aan het doorgaan. Maar het is een beetje van, goh, wat gaat hier steeds mis? Ik weet het niet helemaal zeker. Kijk, dit kan toch nooit goed zijn? Jezus, nee, waar? We zaten net te denken van, waarom is die zo hard? En ik dacht, we hebben waarschijnlijk te veel ei en te weinig ijs. Maar hij ruikt echt naar ei. Dus proef maar. Maar we hebben echt best wel wat het ijs. Het ruikt echt naar scrambled eggs. Is niet verkeerd. Maar, ja, hij is veel te hard. Maar hoe kan dat dan? Niet verkeerd, het smaakt echt niet naar crème brûlée. Nee, oké. Het is echt letterlijk ei. Zoet ei. Ja. Oké. Nou, dat was failure nummer 1. Dat is jammer. Maar ik wil alles eruit doen en ik wil het nog een keer proberen. Maar dan misschien nog meer ijs, maar dan klopt dat hele recept wat ze niet te zien. Dat klopt niet. Klopt gewoon niet. Tasty. Come on. Why you do this? Oké, nou, boom tweede maar. Ja, ik vind van wel. Oké, Larissa en ik hebben even ons crème brûlée trial ding. Die stellen we even iets uit. Want het gaat allemaal veel te lang duren als we dat nu 100 keer achter elkaar moeten maken. Maar we hadden wel heel erg honger en we hadden een beetje gerekend op die crème brûlée. Dus we hadden het idee van, nou, we kunnen gewoon een boterham eten. Of we gaan gewoon naar de IKEA voor de ballen. Ballen! Ja, ik moet ook wel
Ja, Larissa moet een, wat was nou, een gieter halen. Sorry, dat is echt een hele slechte smoes. We willen eigenlijk gewoon die ballen halen voor lunch. En dan wil ik nog wat borden halen. Ik ga je heel veel hand weghalen, want ik kan niet zien of ik naar rechts kom door je armen. Ja. Sorry. Okay, sorry. Ja, dat is beter. Dus anyways, even een mini field trip. En dan gewoon even heen en weer. En we hebben met elkaar afgesproken om zo kort mogelijk in de IKEA rond te lopen. Is wel lastig altijd. We gaan zien hoe dat gaat. Nou, we zijn er. Als eerste gaan we eten. Ja. Tada. Nommies. Echt niet er normaal veel zin in. Hey, smakelijk. Oh, en laat even weten of als je deze balletjes ook echt super lekker vindt. Bij de IKEA verkopen ze nu ook een adventskalender. Adventskalenders zijn gewoon echt helemaal hot in herinneringen. Heel erg. Overal heb je het. Maar ook bij IKEA, dus dat is weer heel erg leuk. En hier zitten allemaal verschillende chocolaatjes in. Dat vind ik ook wel leuk. Choco truffel, karamel truffel. Klinkt wel allemaal super goed. Dus dat is wel heel erg leuk. En ja, nice. Kost dit, eigenlijk? 13 euro. Oké. Okay. Ja. Dus het is niet heel goedkoop, toch? Ja, het is niet duur. In vergelijking met andere dingen. Nee, zeker niet. Maar toch verbaast me een beetje. Ja. Maar het is wel leuk. Als je chocolaat hebt. We vinden deze kast helemaal leuk. En dit is dan de grote versie. Ook 100. Deze. Ook 100? Ja. En deze is ook 100. Deze hier. En bij deze spiegeltjes zit een bakje in. Dat is ook wel handig. Maar oké, laten we naar beneden gaan. Want anders gaan we weer helemaal... Ja, dat gaan nu al, hè. Daar het gaat mis. Nou, de kerstcollectie ligt er weer. Wat is dit? Echt geen idee wat het is. Wat is dit? Ik weet het ik niet. Ik heb geen idee. Dus ga ik zo zo'n visie. Oh, waarschijnlijk gewoon voor in de boom. Oh ja, want het is heel licht, inderdaad. Oké, okay, schattig. Goed, Larissa heeft in ieder geval haar gieter. Yeah. Dus dat is punt nummer 1. En nu moet ik alleen nog maar even mijn borden zien te scoren. Deze kijk nou. Mooi, deze blijf ik heel mooi vinden. Ja, die is heel mooi. Ik heb het echt niet nodig, maar ik vind hem heel mooi. Ik kan die niet als gieter gebruiken. Gieter. Ja, nee. Ik weet dat ik dit nodig heb. Oké. Okay. Oké, nog meer van die kabouters. Ja. Wat is dit? Hey, deze is leuk. Ik weet niet of wat ik hier nou van vind. Deze is leuk. Voor de minimalisten onder ons. Oh ja, leuk. Die vind ik erg leuk. Gewoon heel dat simpel. Dat klonk heel sarcastisch, sorry. Ik vind het wel serieus super leuk. Simpel, maar ik vind het heel leuk. Oké. Okay. Dan doe ik je deze nog eventjes zo. Oh, is het vast? Never mind. Daar is er nog één. Why? We kwamen net dit ding tegen en dat is een soort van holo. Nou, het is geen holographic, sorry jongens. Maar hoe moet je dit noemen dan? Een regenboogkandelaar? Holo. Hij is best holo wel vet. En het is dus gewoon eentje die je tijdelijk kan ophangen om helemaal in de sfeer te komen. Pas wel op zich al in jouw woonkamer. Je hebt een hele witte woonkamer. Ja, ik ben meteen klaar. It's so sparkly. Nou, we zitten inmiddels weer in de auto en hierachter. Yes, daar zie je de borden die ik heb gescoord. Dus we zijn allebei geslaagd. Ik weet niet waarom ik dit deed. En we hebben onszelf ervan weerhouden om geen geurkaarsen te halen. Dus dat is ook alweer een overwinningje waard. Overwinningje. We staan even in de file. Ja, ik dacht ik ga een andere weg omdat het altijd druk is. En hier is het ook nu druk. En oh my god. Ik sta echt... Ik sta echt net goed op de weg. Hallo iedereen, ik ga jullie weer even in het kastje zetten. Oh, dit licht is echt vreselijk. Wacht even, doe even dit lampje aan. Oké, okay, dus ietsje beter. Jongens, we zijn weer thuis. Ik wil jullie eventjes weer ergens neerzetten. We staan niet geweldig, maar blijf. Anyways, we zijn weer thuis. Tara zit nog eventjes in de huiskamer, want we zijn wat mailtjes en administratie aan het doen. En ik wilde dus graag nog een keer de crème brûlée proberen. We kijken nog een keer het recept na. En wat blijkt, ik heb echt gewoon twee dingen verkeerd uit het recept overgenomen. Dus zoals ik al eerder zei, ik ben niet echt goed in de keuken. En ik ben dus blijkbaar ook niet goed in het lezen van recepten. Volgens mij heeft dat een beetje mee te maken dat ik gewoon geen geduld heb voor dit soort dingen. Een grote fout die ik bijvoorbeeld heb gemaakt... Heb ik hier in mijn hand.
Ik moest alleen het eigeel toevoegen in plaats van een heel ei. Dus vandaar dat het dus ook best wel eierig werd. Dus ik heb hier alleen het eigeel in zitten. Die ga ik nu eventjes erin doen. Ik heb hier namelijk ook weer het ijs. En wat ik hier fout aan had gedaan is dat het afgekoeld moest zijn. Dus dat heb ik wel gedaan. Dus ik ga heel eventjes een klein beetje doorroeren. En dan ga ik nu het eigeeltje ga ik erbij doen. Tja, ik moest gewoon erbij doen, toch? Ja. Oké. Die doen we erbij. Roeren. Maar vorige keer kreeg ik hem ook niet zo heel goed kapot. Wacht, ik ga jullie eventjes dichterbij zetten. Niet dat je nu heel veel meer ziet. Dus, we gaan weer deze erin zetten. Water erbij. En dan gaan we hem in de oven stoppen. Die staat al aardig lang warm, dus. Zo, die staat er dus in. En wat ik nu ga doen en wat ik vorige keer ook niet heb gedaan, is gewoon de timer op mijn telefoon zetten. En niet op de timer in de keuken, want ik kan die niet zo goed horen, denk ik. En ik weet ook niet zeker of die het goed doet. Dus, ik zet de timer. Daar heb je er nu meer vertrouwen in? Nou ja, je weet het nooit met jou, maar ja, nou ja, een beetje. We'll see. We gaan het nog een keer proberen. Heb ik nu te veel suiker gedaan, vind je, of niet? Nee, ik denk dat het goed is. Het is mooier dan degene die we op de foto hebben gezet. Ja, dat is dan weer jammer, hè. Zo'n tweede poging is altijd beter. Maar goed, dit is hem. We gaan nu eventjes de crack test doen. Hij is nog een beetje warm eigenlijk. Oh. Oké, dat klinkt, klinkt goed. Dit is al beter, toch? Wacht, ziet het er vloer uit? Proeven was gelijk. Okay, hij heeft wel niets naar ei. Hij heeft wel alsnog niet de substantie zoals ik hem ken, maar... Dat is best oké. Ja. Ik proef niet zeg maar dat hele gladde wat ik eigenlijk het liefste heb. Maar het is een beetje korrelig of zo. Een beetje korrelig nog wel. Oh, maar ik vind hem wel echt nice. Zal ik, ik neem een mini hapje en dan doe ik hem wel weer in de koelkast. Oké, ik heb best wel wat. Oké. Nou. Op zich. Ik snap hem. Het is niet helemaal de real deal, maar toch wel qua smaak wel. Ja, zeker. Voor zeg maar 3 ingrediënten en vrij makkelijke bereiding is het wel, denk ik, ja, wel goed. Oké, de soort van final thoughts over het recept en de action spulletjes. Ik zou zeggen action spulletjes, het kommetje is top. Ja. De vlammenwerper, zo noem ik hem even, is... Gevaarlijk. Ja, ja, heeft ons een beetje verrast op wat momenten. Het recept, geef het een cijfer. Een 7? Ja, ik weet niet. Oké, we zijn niet compleet fijn, maar ja. Het was niet zo ranzig als vanmiddag, dat wel. Nou, dat was hem. Goedemorgen iedereen, het is vandaag dinsdag 31 oktober. Officieel Halloween eigenlijk, maar volgens mij heeft iedereen het al gevierd. Ik heb het eigenlijk helemaal niet gevierd dit jaar. Maar goed, het is 31 oktober en ik heb even mijn haar omhoog gezet in een clip, want het is nog een beetje aan het drogen. Het is nu 9:30. Tara heeft om 10:00 haar afspraak hier verderop voor haar huid. En ik dacht, het is wel heel erg gezellig als ik eventjes meega. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik moet eigenlijk nog wel eventjes ontbijten, maar ik heb een beetje moeten haasten omdat mijn make-up gewoon vandaag er totaal niet op wilde. Ja, wenkbrauw heb ik 2 keer gedaan. Mijn huid ben ik niet, of mijn foundation ben ik niet helemaal tevreden over. Maar het zit er in ieder geval op. Ik zie er volgens mij redelijk goed uit vandaag. En ik ga jullie eventjes mijn outfit laten zien. Ik ben vandaag weer gegaan voor iets super makkelijks. Ik heb gewoon een oversized trui. Deze heb ik wel vaker laten zien. Broek is van Topshop, de mom jeans. En die vind ik wel heel erg chill. En hieronder ga ik nog eventjes Converse doen. Ik denk zwarte of witte. Dus ik moet eventjes kijken welke misschien leuker gaan staan. Dus lekker makkelijk weer. En ik weet niet wat dit is. Ik merk wel in deze herfsttijd dat ik gewoon heel graag ga voor grote oversized truien. En dat ik gewoon lekker ga voor makkelijk. Lekker wijd en alles. Want dat is gewoon lekker chill om in je te verstoppen. En kijk, deze staan misschien wel een beetje lekker fris nog eronder. Want dit is misschien weer een beetje... voor de hand liggend. Dus ik denk dat we gewoon voor die witte vandaag gaan. Want dat is wel heel erg leuk. Dus deze ga ik eventjes aantrekken. En ga ik daarna nog even een broodje maken. Zodat ik nog tenminste iets kan eten. En ik zie dat ik deze batterij moet vervangen. Hallo. Ik zit op dit moment bij Larissa thuis. Maar net was ik bij Huid en Laser in Utrecht.
En daar heb ik twee behandelingen gehad. Namelijk een behandeling voor mijn rosacea en een behandeling voor laserontharen. Nou, ik dacht dat jullie het wel interessant zouden vinden om te zien hoe en wat dat allemaal in zijn werk gaat. Dus we hebben daar ook wat stukjes gefilmd en ik zal je nu het een en ander erover uitleggen. Ik loop hier naar binnen bij Huid en Laser in Utrecht voor de behandeling van rosacea, wat een ontsteking van de huid is. Mijn wangen zijn bijvoorbeeld altijd rood, soms zitten er nog bultjes in en dat wilde ik dus graag laten behandelen. De huid zal behandeld worden met IPL bij egale roodheid en daarom kregen we allebei een beschermende bril op tegen de lichtflitsen. Ook Larissa kreeg er natuurlijk eentje op. En ik vind het een beetje moeilijk uit te leggen hoe dit precies werkt en ik zal er wat dieper op ingaan op onze blog later. Maar voor hier in de video kan ik het wel kort uitleggen. Het voelt een beetje alsof er warme elastiekjes tegen je huid aan worden geschoten. Het is zeg maar een lichtflits die creëert warmte en die zorgt er in ieder geval voor, kort gezegd, dat die rode vaatjes vernietigd worden en waardoor de roodheid uiteindelijk weg zal trekken. Dit zal niet in één keer gaan, ik heb meerdere behandelingen hiervan nodig. Mijn huid wordt dus ook heel erg warm, vandaar dat het ook rood wordt en daarom mocht ik het ook koelen met koude lucht. Dat helpt ook meteen tegen de zwelling en het voelde ook wel heel erg goed aan. Gaan we nu verder met de laserontharing. En ik wil zeggen, er is niks mis met haartjes op je lichaam, maar ik heb op mijn armen bijvoorbeeld best wel veel haar en ik vind dat helemaal niet mooi staan en daarom wilde ik het graag weghalen. Maar er is niks mis mee. Maar ik vond het gewoon een beetje too much bij mij. Met de laserontharing verminder je het met ongeveer 80%, niet volle 100%. En het is ook niet forever. Het kan altijd terugkomen door genen en hormonen. Dat is heel belangrijk om te weten. En wat ook belangrijk om te weten is dat ik met een laser ben behandeld en niet met IPL. Ik ben behandeld met een 2-in-1 laser. De ene laser die reageert op het pigment in een haarzakje en de andere laser die schakelt de bloedtoevoer uit. En dat is veel effectiever en deze laser is ook veilig bij getinte tot donkere huidtypes en dat is best wel belangrijk om te weten. Nou, als je afvraagt hoe dit voelt, het is niet geheel pijnloos. Je voelt wel wat prikjes, maar het is echt zo weinig. Je merkt er eigenlijk niet heel erg veel van. Waar ik het wel iets meer merkte was in mijn oksel, want daar zijn de haren iets dikker. Dus de laser moest ook iets sterker staan en ja, ik zal het niet ontkennen, ik voelde dat best wel goed. Hierna liepen we naar een andere kamer waar weer een andere laser stond en heeft een hele moeilijke naam. Fractional Abrium Glass Laser. En dat is een hele speciale laser die gaatjes maakt in de huid. En die zorgt ervoor dat collageen wordt gestimuleerd. Dat zorgt er op den duur, na 3 tot 6 maanden, voordat ik een fijnere en gladder uitziende huid krijg. Dus het is een beetje huidverjonging en dat is een hele mooie aanvulling voor op mijn rosacea behandeling. Dat is hem even kort en bondig uitgelegd. Ik zal er later nog wel wat dieper op ingaan in een blogartikel, omdat ik daar meer informatie in kwijt kan. Maar ik hoop dat jullie dit een beetje begrepen. Nou, zoals je bij de behandeling zag, was mijn huid helemaal rood geworden. En ik denk dat we nu ongeveer 2 uurtjes, 1,5 uurtje verder zijn. En het is echt al een stuk minder rood. Je zou bijna niet meer... Ja, je ziet eigenlijk gewoon niet meer dat ik die behandeling heb gehad. Dus dat is heel erg fijn. Voor de rest... merk ik niet heel veel ervan. Hier voel ik een lichte tinteling en ik probeer mijn hoofd een beetje omhoog te houden zodat er niet te veel zwelling ontstaat. Maar ja, in principe heb ik eigenlijk echt nergens last van. En ik zit nu heel eventjes bij Larissa op de computer wat mailtjes te checken. Maar straks gaan we uit elkaar. Larissa zit hier achter trouwens. Want er worden 2 pakjes bezorgd. Eentje bij mij en eentje bij Larissa. Ja. Dus we moeten even gaan splitsen, want anders lopen die pakjes mis. En dan wordt het weer teruggestuurd naar waar het vandaan komt. En dat wil ik echt voorkomen. Dus ja, we moeten uit elkaar gaan in deze vlog. Dus ik denk dat we straks een beetje afscheid gaan nemen. Maar Larissa zal nog wel vloggen als ze hier thuis zit. Jongen. Ik was waanzinnig, toch net? Ja, een beetje. Dus we zitten nu heel eventjes aan de gemberthee. En ik denk dat ik straks maar even op de fiets moet gaan stappen voordat ik hem echt mis. Ja. Het is 2:30. En het pakje komt tussen 2 en 6. Dus dat is lekker ruim genomen. Ik weet natuurlijk, als die om 2 komt, dan is het een probleem als ik te laat ben. Dus ja. Ik ben weer thuis en wie is er ook? Het is Silly. Hallo! Gisteren heb ik voor de allereerste keer Silly op schoot kunnen pakken en ik kon hem knuffelen. Ik heb er een hele lelijke foto van, ik zal hem nu laten zien. En heeft hij gewoon echt, ik denk wel een kwartiertje bij mij gezeten terwijl ik televisie aan het kijken was. En geloof mij maar, Silly is niet een kat die je makkelijk optilt, laat staan, op je schoot laat zitten. Dus dit was echt... een victory. Want ik probeer hem steeds knuffelbaarder te maken door hem lekker veel te knuffelen. En dat lukt steeds vaker. Dus daar ben ik echt super blij mee. En Silly denk ik ook. Ik denk dat hij het heel gezellig vindt.
hij wil nu eten. Dus hij zit al de hele tijd hints te geven dat ik hem eten moet geven. Hij zat net ook weer nep te knagen aan een tas. Van, oh kijk mij nou, ik heb zo'n honger. Ik eet een tas op. Ik meen het, hij eet nep. Dan gaat hij zeg maar kauwbewegingen maken. Waar ben je nou? Kauwbewegingen maken. En maakt hij crunchy geluiden alsof hij aan het eten is. Maar dan is hij niet aan het eten. Maar het is te vroeg voor avondeten. Nou, het pakketje is aangekomen. En het zijn schoenen die Larissa en ik hebben besteld. En deze heb ik al eventjes geopend net. Deze zijn voor mij. Dit zijn Nike Zero's. En mijn vriend heeft ze ook. En die vindt ze echt super lekker lopen. In een andere kleur trouwens. En ik dacht, weet je wat, ik wil ze eigenlijk ook wel. Ik vind ze wel heel leuk. De Air is hier rood. En ja, ik vind ze best wel cool. Dus deze in ieder geval. En ik had eigenlijk ook nog... Maar ik had eigenlijk ook nog Vagabond laarsjes besteld. Die waren volgens mij ook nog eens verlaagd in prijs. Maar die zijn niet meegekomen. En het zijn gewoon hele simpele Chelsea boots. Ja, die passen echt met alles. En ik heb er al meerdere soorten van Vagabond. En die draag ik heel vaak. Dus ik vind het een beetje raar en jammer dat ze er niet in zitten. En ik weet niet zo goed waarom. Want ze zijn niet per se out of stock. Larissa heeft wel Vagabond laarsjes. En ik zat ook te denken om deze te bestellen. Want het zijn hele mooie. Maar ik wil heel even weten hoe de fit is. Zodat ik niet de verkeerde maat bestel. En Larissa heeft ze namelijk een maatje groter besteld. En dit zijn de Olivia's van Vagabond. Vagabond is echt mijn favoriete laarsjesmerk. En ze is super mooi met een blokhakje, puntige neus. Ik zie het helemaal leuk voor me onder een enkelbroekje of iets dergelijks. En Larissa wilde heel graag nieuwe laarsjes. Dus ik denk dat deze echt super mooi gaan staan. Ik hoop dat ze passen. En ze heeft ook nog Vans Old School besteld. Want Larissa is ook echt iemand die alleen maar op de Vans rondloopt. En deze had ze al een tijdje op het oog. En ze lijken een beetje platformen. Volgens mij is het gewoon normaal. Dus ja, super nice. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar Larissa's pakketje of die binnen is gekomen. Nou, het is inmiddels alweer wat later. Sarah is al een tijdje naar huis. En ik ontdekte dat de loopjesbestelling niet vandaag komt. Maar morgen. Dus die kan ik helaas niet uitpakken in deze video. En morgen ben ik volgens mij ook niet thuis wanneer die komt. Maar goed, dat kan dus helaas niet. Maar ik hoop dat Tara nog wel haar bestelling waar ze op aan het wachten was heeft kunnen laten zien in deze vlog. Of misschien dat het nog komt. Ik heb net wel nog even wat boodschapjes gedaan buiten de deur. En ik heb net wat foto's gemaakt van wat kledingitems die ik ga verkopen. Tijdens geleden vertelde ik ook dat ik mijn kledingkast had uitgezocht in de closets. Wat was die video ook weer? Kledingkast opruimen video in ieder geval. En ik was er nog niet echt aan toegekomen om die ook echt online te gaan zetten. Maar Tara heeft laatst ook alweer wat dingetjes online gezet. En ze appte mij net van vergeet je niet wat erop te zetten. Dus dat ga ik nu doen. En ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. En dat is Tara trouwens. Moment. Tara, ik was net aan het vloggen. Maris, ik moet even spreken nu. Oh, oké. Okay. Anyways, ik ben weer terug. Dit is onze United Wardrobe pagina trouwens. Ik heb hier zo'n leuk dingetje erop gezet. Maar dit heb ik van de zomer gedaan. Dus ik denk dat ik deze even moet aanpassen naar iets wat meer met de winter en herfst te maken heeft. Hetzelfde voor deze gezellige foto. En hij wil niet scherp worden. Die gezellige foto, je kan die zien van mij en Tara. Dus ga ik even aanpassen. En dit is wat er nu op staat. Ik heb hier een jasje, truitje, nog een jasje. Boots heb ik echt meteen verkocht. Dus echt super leuk. Altijd als we meteen wat hier opzetten, dan echt binnen een paar minuten zijn er wel heel wat dingetjes verkocht. Dus dat is heel erg leuk. Ik heb deze ook net verkocht, het roze jasje. Dus dat is altijd super leuk om te zien. Dus we hebben allemaal weer leuke dingetjes erop gezet. We denken er wel aan om vooral wat meer winter en herfst dingetjes erop te zetten. Want ja, ik kan wel heel leuk allemaal zomerspul erop zetten. Maar daar hebben jullie natuurlijk helemaal niks aan. Dus dan wordt het waarschijnlijk ook niet verkocht. Dus ja, helemaal leuk. Ik ga eventjes hier achter vandaan kruipen. Want ik heb het echt heel erg koud. En ik heb het ook heel erg honger. Maar ik moet echt nog een uur wachten voordat mijn vriend thuis is. Dus ik weet niet helemaal zeker wat ik daarmee ga doen. Oh, ik heb het echt weer koud. Oh, bah. En even wat lampjes aandoen. Want jeetje, Mina, wat is het donker in één keer. Kijk, doe deze gezellige lampjes hier aan.
Tadaa. En ik doe ook altijd deze aan. Ik kreeg trouwens in de laatste video echt super veel vraagjes over. Hij is van Vintage Lab 15 en deze lampjes zijn van Action. Die hebben ze momenteel in de collectie weer liggen. Alleen tijdens deze kerstperiode trouwens. Dus als je van die dingen wilt, zijn echt heel erg leuk. Ook heel erg tof voor op achtergronden van foto's en video's voor de YouTubers onder ons. Dit zijn echt super leuke lampjes die je voor een paar euro koopt. Netflix staat aan, maar ik heb nog helemaal niks gekeken. En deze moet ik weer eventjes gaan opruimen. Oh ja, en ik doe ook altijd mijn unicorn lamp aan. Tada! Zo, ik sta er dus echt onbekend dat ik altijd en dan ook altijd mijn thee vergeet. Ben ik heel leuk mijn thee aan het maken en dan terwijl mijn theeblaadjes aan het trekken zijn, loop ik eventjes weg. Is het zo een uur verder? En is mijn thee dus gewoon weer afgekoeld. Ik ben nu echt weer naar mijn thee toe gelopen. En ik denk, oh my god, I did it again. Dus ik ben nu eventjes water aan het opnieuw aan het koken. Dat hoor je misschien op de achtergrond. Weet ik niet helemaal zeker. En ik heb er eventjes een appeltje bij gepakt. Want mijn vriend en ik proberen om, zeg maar, gezonder te eten. Dus ik dacht, ja, ik kan wel heel leuk weer een pak speculatiekoekjes erbij gaan pakken. Maar dat is natuurlijk niet zo'n goed idee. Dus ik heb gewoon even een appeltje. Dan ben ik dus wel redelijk verantwoord bezig, denk ik. En ik hoor dat water weer klaar is. Dus dat ga ik gewoon even bij mijn oude thee erbij gooien. In ieder geval deels. Zodat ik het een beetje kan nog gaan opwarmen. Ik vind het dan weer zonde om mijn hele thee weg te gooien. Even kijken of het nu warm genoeg is. Pretty good. Al moet ik het eventjes doorroeren waarschijnlijk. Gelijk drinkbaar, dus dat is dan weer een voordeel. En ik ga nu eventjes lekker op de bank ontspannen totdat mijn vriend thuis is. En ik wilde lekker even Netflixen. Momenteel ben ik trouwens aan het kijken Stranger Things Gomorrah. Of ja, zo weet of je het zo uitspreekt. Het is een Italiaanse serie, speelt zich af in Napels. Heeft te maken met drugs, vind ik wel leuk. Of nou ja, ik vind het niet leuk, maar ik vind het de serie wel interessant. Ik ben ook Riverdale aan het kijken. Die kan ik volgens mij ook nu een nieuwe aflevering van zien. En ik ben nog steeds bezig in Vampire Diaries. En ik kijk ook momenteel Haters Back Off. Oh wacht, ik kijk ook nog Dynasty. Oh my god, ik heb echt geen leven jongens. Dus dat is een beetje wat ik doe naast bloggen en YouTuben. Dan is Netflix echt mijn leven. Anyways, ik ga eventjes een keuze maken tussen deze afleveringen. En ik denk dat ik misschien anders wel voor Dynasty ga. Dat is misschien ook wel weer leuk. Eventjes gewoon lekker wegkijkserietje. Niet heel erg bijzonder of top of zo. Maar ik denk dat dat hem wordt. Nou, ik zit nu in mijn werkkamertje de vlog te editen alvast. Hij is echt ontzettend lang geworden. Ik hoop dat je tot en met hier hebt gekeken en het een beetje interessant vond in ieder geval. Zo ja, geef hem een duimpje omhoog en vergeet je zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je het leuk vond. En als je geïnteresseerd bent in die behandelingen die ik vandaag heb gehad, ik ben van plan om er nog een wat uitgebreider artikel over te schrijven op onze blog. Want daar kan ik gewoon veel meer informatie in kwijt dan in een video. Want ik wil jullie nu niet gaan vervelen, maar ik denk dat het, als je er geïnteresseerd in bent, dat het wel echt heel interessant is. En dan kan ik er wat dieper op ingaan, zeg maar. Nou, als het zover is, dan zal ik het wel delen op mijn Instagram-account. Dus volg ons daar ook in ieder geval voor de zekerheid. Daar delen we sowieso updates als er weer iets online is. Zowel op de blog als op YouTube. Ik weet dat jullie waarschijnlijk voornamelijk YouTube kijken. Maar ook op onze blog plaatsen regelmatig nog dingen. Anyways, succes als je toetsweek hebt. Want ik had gelezen dat sommige van jullie toetsweek hebben. Dus heel veel succes. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei!